In Westerlo werd op 17 november van vorig jaar een winkel voor auto-onderdelen overvallen. Rond 2 uur in de namiddag stapte de dader de zaak binnen en spoot pepperspray in het gezicht van de eigenaar. Nadat de dader de zaak en het huis van het slachtoffer had doorzocht, verliet de dader de winkel en stapte langs de Olenseweg naar buiten. Op dat ogenblik stond er een BMW Cabrio met een zwarte stoffen dak geparkeerd vooraan de Carrefour-parking. Van de dader bestaat een robottekening. Het gaat om een man van vreemde origine. Hij is rond de 35 jaar oud, is 1,80 meter groot en heeft kort zwart haar. Hij heeft ook een afwijking aan de linkerhand, een extreem lange en dikke wijsvinger of middenvinger. Dat moet zeker zijn opgevallen.